Hallo, goed te kijken naar deze gloednieuwe video van... Ja, het is weer zover jongens. Het is weer eens tijd... Ik gebruik het steeds helemaal niet. Maar het is weer eens tijd voor... Ja. GeoGuessr! Ja, in ieder geval, wat ik ga dus doen... Ik zoek even mijn lampje uit, ik ben die vergeten. Sorry daarvoor. Zo, maar ik ga dus... Deze keer USA Cities doen, oftewel Cities in Amerika. En dan, die moet ik zien te raden, alleen is weer met zijn klote tijdsklok. Ik vind dat zo niet leuk. Maar we gaan... Ja, we gaan dus, wat ik al zei, USA Cities doen. Dus dan, ik denk, ja, ik vraag me wel af welke cities zullen het zijn. Zullen het echt die grote big cities zijn, zoals New York, Colorado, Miami, of ja, New Orleans kan ook nog, of LA, of is het echt die smallere cities zoals San Diego, en waar heb je nog meer? Of Covington, ja Covington denk ik niet, omdat dat valt, dat is een hele populaire plek van de serie. Wel, dat van die naam die noemen ze normaal Mystic Falls. In de Vampire Diaries. Dus ja, ik denk dat ze die er dan in stoppen. Maar dat soort citytjes, dat zijn kleinere cities. Maar ja, het kan ook wat ik zeg. Hoe echt die biggest cities, zoals Colorado of Seattle. Of ja, in ieder geval. We gaan het zien, we gaan het doen. En ten eerste... Check even mijn socials, even Instagram, Discord, TikTok en Twitter en mijn Twitch. Check die even, check die 5 socials even jongens. En daarnaast ook de social IG, Instagram, Twitter, Twitch komt eraan, TikTok en YouTube. En natuurlijk de EGE Discord. Maar check die heel even. Dus en dan kunnen we beginnen. Alle links daarvan die staan in de beschrijving onder deze video. Dus check heel even op meer weergeven. Als je op, ja, gewoon op meer weergeven. Daar staan al die links. EGE Esports en mijn eigen links. Dus check die even. En dan gaan we dus nu letterlijk voor het echtje beginnen. Ik ga hem zo zetten. Dan kan ik een beetje kijken op mijn scherm. Oh, maar dit doen ze! Ze zijn mensen gaan kopen. Smeerlappen. Baba, smeerlappen zijn het. Dit is zo'n vies ding. What the fuck? Nou gaat de tijd al lopen. Ja. Oké. Ik denk. Hier gaan we al. Hier kan ik dus niks aan doen. Ik denk dat dit is San Francisco. Met die bomen. Dit zo. Dit is niet Miami. Dat weet ik 100% zeker. Dit is veel te mooi voor Miami. Met dit gebouw. Dit is echt gewoon weer fucking Miami. Okay, dit is of is het toch Miami? Niet New Orleans. Of, oké, ja, ik ga denk ik voor... Ik ga denk ik toch niet voor San Francisco, voor Orlando. Denk dan hier. A few moments later. Oké, what the fuck? What the fuck? Hoe kan ik dat niet weten? Oké, sorry dat je het hoorde, maar waarom weet ik het niet? Kijk wat het ligt. Ja, dus hoe?
Hoe ga ik daar de missen? Waarom ging ik daar de missen? Dat is New Orleans. Oh ja, ik zeg één ding. Het is niet helemaal afgespeeld in New Orleans, mijn favoriete serie. Ze doen net alsof, maar het is op een of andere weg, heb ik gelezen, afgespeeld bij een of ander smal dorpje bij Georgia. In de staat Georgia. Het is niet New Orleans. Hoe weet ik dat niet? Dan lag ik bij dat French Quarter. Sommige series zijn er wel afgespeeld, zoals die St. Louis Cathedraal. Echt, dat denk ik, hoe kan ik het niet weten? Godverdomme. Echt. Maar dat is wat ik al eerder zei. Dat is die error wat je krijgt in je hoofd. Dan ga je gewoon echt andere cities vergelijken. Dat is denk ik gewoon, dat heeft iedereen, dat is die error. Dat is gewoon die error. Oh, kijk, tijd. Dit is 100% LA. 100%. Maar niet de downtown. Ik denk hier. Is dit nou in? Sorry. Ja, waarom? Oké, zo jammer dat ik in de fout zat, jongens. Zo jammer. Dit is 100% nu, jongen. 100%. Of wacht. Nee. Instincten. Ik ga hier nou zeggen, dit is 100% New York. Dit kan New York zijn. Hoe kijk ik de straat dan? Wil je even gauw even een beetje kijken? Dit is geen New York. Dat heb ik niet gezien bij dingen op zijn vlog. Dit is geen fucking New York. Dit is Colorado. Ik weet zeker, dit is Colorado. Nee, Chicago bedoel ik. Chicago. Allee, waar? Dit is 100% Chicago. Hier, en dan, kijk. Dit is dus, kijk, en dan heb je toch wel een andere. Columbus is het dan. Maar dan ga jij zeggen Chicago. Maar nee. Dit weet ik wel. Altijd, hè, met die. Dit is de brug in San Francisco, denk ik. Alleen welke fucking brug? Welke fucking brug? Is dat geen eilandje, dus dan denk ik deze. Oké, deze had ik goed, maar ik ging hier nou weer toch. Daar staat geen eilandje, dus ik dacht die. Maar ik zag er wel een eigen eilandje, dus ik had snel moeten kijken. No! No! Dit is zo niet leuk. Ik ga die denk ik gewoon eigenlijk even kopen, jongens. Want ja, mijn tijd is nu bijna om. Alleen maar door die tablet. Zo jammer, guys. Echt zo jammer dat die tijd. Dat is zo smerig. Is dat met die tijd. Want je ziet dat je ziet rechtsbovenin. Een tijd. En die loopt af. En dan kun je niet meer spelen als je voor gaat. Ik ga even kijken hoeveel nu. Monthly. Ja, dit gaat over dollars. PayPal. Oeh, PayPal. Ik heb PayPal. Ik kan geld naar mijn. Oké, voor een jaar is het $12 is volgens mij €11. Volgens mij. Ja, ze zeggen soms $12 is gelijk aan euro, dus ook €12. Nee. Want dollar is eentje hoger dan euro volgens mij. Ik ga het nu gewoon op. Ja, €11. Kijk dan. Ik zeg. Wil je erachter komen wat euro met dollar is? Kijk, hier zit dus. Ik zou dus elke maand €11. Ja, jaar €11 moeten betalen voor. Ja, voor dit te betalen. Want ja, dit is in dollars. En eentje minder dan heb je euro. Want $12 is €11.
Want ik weet, dollar ligt eentje hoger dan de euro. Dus dat is even één ding. Dat is een handig lesje. Dus ja. En ja, ik denk. Ja. Mijn jaar, denk ik, mijn Xbox is al duurder dan dit. Dus ja. Ik vind het wel gewoon leuk om dat te doen. Maar ik vind het zo jammer. Ik vind het zo smerig. Zo smerig is dat. Dat is hetzelfde even. Ik zag het laatst bij Prime. Prime kun je ook voor gratis kijken. 1 aflevering. Gratis kijken. De rest moet je betalen. Dat is ook weer zo'n smerig ding. Echt smerig is dat. Dat doen ze om meer mensen te krijgen. Om meer mensen te krijgen. Zodat ja. Ze weer gaan betalen. Dan krijgen we cash. Cash. Dan hebben ze weer lekker veel cash, dan kunnen ze lekker dikke Porsche kopen. Ja, en dat vind ik dus jammer, want ja, ik vind het wel een leuk ding om te doen. Maar zo jammer van die New Orleans. Hoe? Wist ik die niet? Of ik kan hem nu even opzoeken. Ja, ik ga dus hier de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Dus zeker even een blauw duimpje omhoog. Zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En op dat belletje klikken, naast de abonneerknop staat. En dan zeg ik dus altijd A, D. Yes.